Zaterdagavond speelt NEC weer een thuiswedstrijd. Tegenstander is het Rotterdamse Sparta. Al 4 wedstrijden zijn er geen punten gehaald door de Nijmegenaren. Maar wat is er volgens trainer Peter Hyballa wel goed gegaan de afgelopen weken? Ja, goed gegaan is dat we aan de bal sterker geworden zijn. We hebben kansen gecreëerd tegen, ja, een hele goede, tegen de kampioen. De automatismen zijn daar. We hebben hele goede crossballen gespeeld. We hebben de zijkant helemaal geswitcht. We zijn geschakeld van baldruk naar ruimte terug. We hebben 3 verschillende systemen gespeeld. Eigenlijk 4-5 verschillende systemen gespeeld. Omdat ik 2 keer in de tweede helft het systeem veranderd heb. Ja, ik heb dat gevoel dat die spelers weten wat ze doen moeten. Zo, en nu heb je het laatste, wat het moeilijkste ook is in de box bij ons en in de box bij de tegenstander. Ja, daar hebben we nog niet zo de perfecte oplossing. De perfecte oplossing betekent doelpunt scoren. Een perfecte oplossing betekent defensief de nul te houden. Ja, we hebben ook de laatste 3 wedstrijden even complimenten gekregen. Maar ja, goed, dat heb je ook niks aan als je geen punten pakt. En, ja, misschien is morgen een wedstrijd alsjeblieft geen compliment, maar 3 punten. En als je complimenten en 3 punten haalt, dan heb je het natuurlijk perfect gedaan. Sparta staat er op dit moment niet goed voor. Is er veel vertrouwen naar de wedstrijd toe? Also, ik kan van mij zelf praten, absoluut. Ook al direct na de PSV-wedstrijd. Dan heb je ook de spelersgroep. Also, die werken heel normaal. Je hebt hier geen depressieve jongens rondlopen. Dan was ik zondag bij Sparta. Ja, daar zie je ook heel veel dingen die Sparta ook goed doet. Maar ja, Groningen was voetbaltechnisch beter. En Alex heeft natuurlijk ook een paar dingen veranderd. Zo, het is toch een beetje een ander team als in het begin van het seizoen. En wij ook. En ik heb heel veel vertrouwen dat we morgen winnen. Hoe vindt de trainer dat Larsson het doet de afgelopen weken? Ja, ik zie eerst maar, er komt iemand met 19 jaar uit Zweden. En dat is ja toch nog een heel jonge speler. Ik vind dat hij altijd hele goede voetbalmomenten heeft. Dat hij de wedstrijd ook snapt. Hij is natuurlijk een 4-4-2 speler. Moet zich dan ook eerst wennen aan rechtsbuiten, linksbuiten, dan 9. Dan hebben we tegen Zwolle hebben we voor hem ook een beetje gekozen met 2 spitsen. Daar heeft hij hele goede momenten, heeft een hele grote kans ook gehad. Werkt heel veel. Maar deze methode met gegenpressing en deze dingen, dat... Ja, dat kan hij niet en dat, moet hij, ja, dat leert hij nu. En ja, tevreden of niet tevreden, een spits moet je ook altijd zien voor assist en scoren. Dat heeft hij nog niet zo veel gedaan nu, maar daar hebben we ook geduld met hem. Zijn er nog bijzonderheden of blessures? Ja, Dierenstam kan niet spelen, die heeft knieklachten. En Bikele kan niet spelen, die is geschorst. En Jero kan niet spelen, die is ook nog geblesseerd. Sonst zijn alle spelers fit. NEC Sparta begint zaterdagavond om 19:15 in het Nijmeegse Goffertstadion. En staat onder leiding van de heer Van der Kerkhof.